Op deze zonnige zondag staan we op Paaspop. Dat inmiddels uit is gegroeid tot een groot festijn met heel veel bekende Nederlanders. We hopen er een aantal te spreken en je de sfeer een beetje duidelijk te maken van Paaspop 2007. Gratis friet gaan we proberen te scoren, want wat Bo kan, dat kan ik natuurlijk ook. En zeker hier op het festival. Als wij nou voor de camera zeggen dat Farm Friet de lekkerste friet van Nederland is, krijgen we dan 2 puntzakken friet gratis. Nou, Farm Friet is de allerlekkerste friet van heel Nederland. Oké, wat zei je nou net? Dat weet ik niet. Nou, wat gouden koppel waren, toch? Oh ja, ja, maar ja, absoluut. Ja. Maar dat ziet iedereen meteen. Ja, toch? Hè? Ja. Ja, jij bent iets kleiner dan ik, dus dat klopt precies, toch? Hoe groot ben jij? Groter dan jij. Ben je 1,62? Zeker wel. 1,63? Echt waar? Ja. Ik 1,60. Ah. Maar ik dat is ook groot. Een leven, hoor. Ja, dat is ook mooi. Je bent nog wel jong, hè? Hè? Je bent nog wel jong, hè? Ja, ik ben nog wel jong. Hoe oud ben jij? Ik ben 18, en jij? 18? Ja. Dat je naar een mevrouw de leeftijd vraagt, is dat niet netjes? Nee, dat is waar. Ik ben dan blij dat het goed weer is vandaag. Dat is waar. Zodat ik de zonnebril niet zonder reden op hoef. Ben je gisteren ook geweest? Ja. Kijk, dit is het resultaat. Oké, okay. Ja. We staan hier naast de paashaas. Ben jij hier nou je eieren aan het verstoppen? Soep, soep. Ja, welke eetjes? Ja? Ja. Ja. Ben je aan het kijken waar ze kan verstoppen, maar ik zie geen plaats. Iedereen ziet je. Ja, dat is waar. Maar jij bent ook de enige paashaas op klompen, denk ik, of niet? Ja, inderdaad. Nou, dat is toch uniek? Ja, want er loopt er nog één rond, hè? Nog een paashaas met klompen? Ja, maar die heb ik niet gezien, mijn broer. Oh, dat is je broer? Ja. Jullie dachten samen laten we als paashaas op klompen naar paas. Nee, dat weet ik niet of hij klompen aan, hè? Maar we showen maar rond, welke zou ik maar zeggen, hè? Oké. Okay. Wow. Nou, succes dan nog met je eieren verstoppen je. Ja, dan zien we ineens al wat ze bij kwarts kweken. Okay. Even bedankt, hè. Yo. Maar verkopen jullie ook joints op dit festival? Nee, helaas, dat doen we niet. Zou dat geen gat in de markt zijn hier? Ja, op zich denk ik wel. Ik weet niet of er mensen zijn die van dit soort muziek houden ook daarvan houden. Maar op zich... Ja, want je ruikt toch zo'n doordringende geur hier? Ja, dat wel. Nou, op zich, met mooi weer, een jointje erbij. Waarom niet? Ja, toch? Misschien een briljant idee, toch? Ja, daarom. Ik zou het opperen, zou ik zeggen. Maar krijg je zelf ook wat mee van de muziek hier? Ja, ja, vooral extrema vind ik erg leuk. Daar ga ik in de pauzes heen. Maar, want daar is het niet zo heel druk, hè? Nee, maar ik denk niet echt dat dit mijn ding verder is. Maar ik krijg wel wat mee van de muziek. Het is een leuke sfeer. Dus ja, ik proef het wel. Burn. Hier van de wal. Wat vond u van een optreden net? Hoe zijn jullie hier terecht gekomen, Paaspop? Met een fiets. Met een fiets. En heb je naar je zin? Volgende. Ja, zo'n goed hier, hè? Paaseieren gezocht? Twee. Twee? Ja, op mijn meid. Ook gevonden? Ja, lekker vastgehouden. Ik had er 3. En we willen eigenlijk nog 1 keer de oelie doen als dat kan. Wat is de oelie? Ja, dat vroeg ik me ook af. En dat ken ik niet, ik denk dat jij moet beginnen. Oké. Okay. Ik zei oelie! Oelie! Oelie, oelie, oelie! 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 Oelie, oelie, oelie! Oh, wat vreselijk. Maar dan moet ik wel weten waar je hoofd ongeveer is. Zo ongeveer goed. Ja, hier. Ja hoor. Oké. Okay. Heb je ergens last van? Ja, van mijn schouders. Ja. Toevallig. Moet die even masseren. Oh, heerlijk. Doe maar even geen last pijn, moet je? Ja hoor. Ben je aan het opnemen, Erwin? Ja. Oké, okay, jij doet backstage massages. Heb je... Heb je al veel bekende personen gemasseerd hier? Nou, hier niet. Of tenminste, ja, nee, niet echt. Het is heel rustig dit jaar. En elders wel dan?
Ja, vorig jaar was Anouk hier bijvoorbeeld. Maar ik merk dat het bij Paaspop niet zo heel erg... misschien dat de mensen in Schijndel er niet zo voor in zijn. Met Pinkpop en Lowlands gaat het een stuk beter, moet ik zeggen. En Ilse de Lange had ook geen zin? Nee, maar die is zo fit en jong, die hoeft geen massage te hebben, denk ik. Jan-Jaap van der Wal dan misschien? Ja, misschien wel, inderdaad. Maar verdien je goed met zo'n backstage massage? Nou, soms wel, ja. Vandaag is het meer een plezierdagje, denk ik. Lekker in de zon zitten. Maar het kan heel goed verdienen, inderdaad. Ik was van de week, vorige week, bij Snoop Dogg. En dan is het een lekker middagje, inderdaad. Heb je Snoop Dogg gemasseerd? Nou, uiteindelijk niet, want hij was een beetje te stoned. Maar het was wel de bedoeling. Leuk grapje. En jij heb je het ook leuk? Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Ik wil jullie flyer delen. Ja, wel. Dank je. Hey, jongens. De interview wordt nu al te komen. Kijk, springtouwen. Zitten allemaal in het pakket. Erg leuk. Ja, jullie hebben het ja, erg leuk. Ja, het is hartstikke leuk. Je kan hier gewoon gratis bier krijgen. We hebben net gratis biertjes gehaald. Maar is dat omdat je een meisje bent of omdat... Nee, niet omdat je dan kaart wegrent. Maar zijn jullie hier al 2 dagen of is dit de eerste ik dag? Ik heb 2 dagen, Eva. 1 dag. En is dit ook de eerste keer of ben je voor vorig jaar ook? Ja, wat moet je daar nou mee? Ja, wat moet je daar nou mee? Je kan het nog even vragen. We zijn hier op Paaspop 2007. Het is hartstikke fijn. Het zonnetje schijnt. Jongens, de biertjes worden lekker getapt. Je kunt zelfs gratis een biertje krijgen. We gaan eventjes over naar een omstander. Omstander, kom even mee kletsen. Wat vind je van Paaspop? Ja, meemaken bij zijn, super sensatie dames en heren. Op en neer. Meemakers erbij zijn. Kijk eens hoe mooi jongens. Hartstikke leuk. Ja? En wat vind je dan het leukst? De muziek. Maar welke tent? De main stage. We zijn net in het theaterfest geweest, het is een beukorkest. Het is van mijn leraar, het is hartstikke leuk. Ja. Oké, veel plezier dan. Dankjewel. Hoe komen jullie hier terecht? Nou, wij zijn Schijndelse boerinnen. Ja. En toen dachten we gaan eens even hierheen. Oké. En vinden jullie het leuk? Ja, ik ben er pas net. Oké, en welke stage vind je dan het leukst hier? Is dit de eerste keer dat je komt? Ja. Ja. Dus je weet dan niet precies wat het allemaal... Nee. En jij? Ik vind het extreem het leukste. Goedenavond. Hallo. Hey. Ja, ik wou eigenlijk iets vertellen. Het is echt een schone Paaspop. Wat is het? Mooi. Op Paaspop. En Dirk Muns is lelijk. Is dat nou alles wat je wist? Ja, ik weet niet waar. Ik zal je gezellig te genieten van de pilsje. Hij liet en, ja, je komt er aan met de microfoon. Ja, hij zei, jij gaat iets interessants vertellen. Ja, ik kan mooi vertellen, jij. Oké, Ilse de Lange en Jan-Jaap van der Wal hebben net helaas gemist. Maar we hebben wel een goede sfeerimpressie gegeven van hoe de mensen op Paaspop ongeveer zijn. Dronken, maar erg gezellig. Op deze mooie zondagmiddag.